Ja, en dan nog even over dat andere Chinese virus. Vandaag is het 11 maart en is het dus dag op dag een jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie de coronapandemie officieel voor geopend verklaarde. Woe! Ja, man. Wat was dat mooi, weet je nog, met zo'n vlam. En die moesten we dan allemaal aan elkaar doorgeven. Nou goed, onze leider, Alexander de Croo, stond samen met ons even stil bij het afgelopen jaar. En hij sprak de natie nog maar eens moed in. Eigenlijk waren we het voorbije jaar allemaal een beetje zorgverlener. Dus eigenlijk hebben we allemaal dit jaar gedacht, ik werk te hard en ik verdien veel te weinig. Maar het is ook een hoopvolle boodschap van Alexander, want als wij allemaal zorgverlener zijn, kunnen we vanaf morgen allemaal een prikje gaan halen, ja toch? Meer informatie over het beleid en over Alexander de Croo zelf konden we halen uit zijn Facebook Live-sessie met burgers die vragen mochten stellen. Het was een lange dag geweest gisteren voor Alexander de Croo. Hij had er duidelijk geen zin in, maar gelukkig werd hem nog net op tijd verteld dat je ook Facebook wel altijd leuk, geforceerd, vrolijk moet doen. Hallo. Goedenavond en welkom op deze Facebook Live. Oh, waarom moet die man dit doen? Niemand zit hier op te wachten. Deze man is doodmoe. Die moet al de hele dag vragen beantwoorden. En dan krijgt hij op Facebook ook nog eens een keer vragen. Ik zie hier nog een vraag die gesteld is door Anne. De vraag die Anne stelt is: wanneer worden de mensen gevaccineerd tussen de 30 en de 40. Ik ben zelf 36, is de vraag die hier gesteld is. Dus ik heb het verkeerd gelezen, het is een vraag van Daisy Leijs. Laat die man met rust, alsjeblieft. Kijk, hoe aandoenlijk een lijden na een jaar stress en chronisch slaaptekort ook is, het geeft ook opportuniteit, hè? Zo werd er bijvoorbeeld gisteren in de Facebook Live-sessie ook een vraag gesteld over of de festivals wel doorgaan. En in het antwoord verraadde Alexander de Croo eens dat de regering inmiddels stiekem het festivalseizoen veranderd heeft. Maar eigenlijk zouden we tijdens maand mei moeten kunnen duidelijkheid geven of grote festivals bijvoorbeeld zouden kunnen plaatsvinden tijdens de tweede helft van de zomer, bijvoorbeeld tijdens de maand september. September? Dat is praktisch de herfst. Dan is de vakantie voorbij. September is geen festivalmaand. Hallo zeg, de tweede helft van de zomer, ben je gek zeg. Het is Tomorrowland, het is niet To Overmorrowland. Nou goed, op dit moment worden er in Nederland een aantal wetenschappelijke testen uitgevoerd om te kijken of dancefeesten en wie weet ook festivals in de toekomst op een coronaproof manier gehouden kunnen worden. Hier moeten mensen bijvoorbeeld meezingen en roepen om te kijken of ze veel aerosolen verspreiden. En je ziet toch dat ze een jaar niet hebben kunnen dansen. Dat gaat niet meer. Er was ook een andere testgroep tijdens het experiment. En dat was de testgroep van mensen die gewoon blij waren dat ze er eindelijk eens weer eens uit waren. Oh, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest, joh. In een jaar tijd. Ja, fantastisch. Wat een mooi biertje. En een feestje, een dingetje, we staan vooraan. Dat is toch wel helemaal geweldig. Ah, gezellig mensen. Ja toch, wat doen we nog meer? Ja toch, gewoon lachen zo, biertje dingetje. En ik sta vooraan, ik sta helemaal vooraan. Mijn trommelvliesjes zijn we helemaal in de tering, absoluut. Knaldrang, daar gaat het om. Knaldrang, dat is een term die een jaar geleden alleen nog bestond in IS-kringen, maar nu ook bij ons.